Breda nu. Je weet het meteen. Breda nu sport is op de ijsbaan in Breda. Daar zijn te zien de SV Strine, Ballan Gruut en de IJsvrienden. En om precies te zijn de jeugd die hier aan het trainen is voor Short Track. Ook recreatief. We gaan praten met een paar trainers en we gaan natuurlijk praten met een paar kleintjes. Ik ben schaatstrainer op de ijsbaan in Breda. En mijn specialiteiten liggen bij de jeugd. Waarom de jeugd? Nou, omdat ik daar alles zie gebeuren. Ze komen vaak binnen. Ja, met schaatsen en nu gaan we leren schaatsen. En dat zie je bij de jeugd. En bij de jeugd zie ik heel veel plezier. En dat zijn een van mijn drijvende dingen. Ik wil plezier hebben in mijn vrijwilligerswerk. Weten kinderen, als ze op de club komen, van oei, dit gaat zwaar worden? Of kijken ze er zo niet tegenaan? Ja. Of is het helemaal niet zwaar? Ja, wat is zwaar? De eerste weken zijn zwaar omdat op schaatsen, dunne ijzertjes, andere schoentjes... Dat is wel eens bijten. Er zijn wel eens kinderen bij die na één keer trainen wat zere voetjes hebben en een traantje wegpinken. Papa, het was gezellig, maar ik heb wel zere voetjes. Dan weten wij dat dat toch een fase is waar je een beetje erheen moet. De ene twee weken, de andere drie weken. Dan komt dat goed. En dan ga je vooral in het begin ga je leren dat schaatsen leuk moet zijn. Ik zeg altijd, er zijn twee P's. De ene is van plezier en de andere van prestatie. Iemand komt hier binnen met twee paar schaatsen. Nou, er zijn een paar verplichtingen bij Short Track. Je moet een helm dragen, handschoenen. En dan kunnen we beginnen. Wat is de minimumleeftijd bijvoorbeeld om mee te kunnen schaatsen? Nou, wij hanteren binnen onze club dat je 6 moet zijn of 6 kunt zeggen. En nou is voor Short Track, is dat eigenlijk ligt die lat wel iets hoger. Omdat het hier erg over de bocht gaat. En de meeste kinderen als ze komen schaatsen kunnen ze alleen maar rechtuit. In deze groep zitten natuurlijk, dat heb je al wel gezien, grote meiden, kleine meisjes. En voor een grote is het soms moeilijker om die bochthouding goed aan te nemen. En dat is bij Short Track zo belangrijk, dat is bij schaatsen zo belangrijk. Want in de bocht verdien je het. Maar we zijn hier met 3 trainers het eerste uur op het ijs. Johan en Louisa. Johan heeft een heel groot shorttrack verleden. Hij is ook een hele bekende jonge man die in Dordrecht les geeft. Louisa is zeker ook al wel 10, 15 jaar op deze baan actief voor de club De IJsvrienden. Maar doordat wij hier met z'n drieën zijn, gaat er wel gebeuren wat hij net vroeg. Want dan haalt Johan er een kind uit. Want Johan is eigenlijk de trainer van de tweede uur. Helpt het eerste uur mee. Louisa doet het eerste uur. En Johan dan het tweede uur is hij echt... de man, maar het eerste uur brengt hij al zijn vaardigheden, al zijn kennis wel eens specifiek over aan iemand die zegt, joh, ik help jou even. Maar dat doet Louisa de tweede uur weer bij die andere groep. Dat is een beetje een wisselwerking. Ja. En ik ben een beetje vliegende kiep. U bent de jeugd aan het trainen hier? Ik ben de jeugd hier aan het trainen van zeg maar heel klein de groep en de wat ouderen. En hoe leuk is dat? Dat is leuk en ook wel intensief, maar het is in ieder geval leuk. Uw eigen helm, dat viel mij op, die is al behoorlijk op leeftijd. Nou inderdaad, dat klopt. Die, voorheen, laten we zeggen, eind jaren 70, begin jaren 80 hadden we deze helmen bijna allemaal. En daar is die helm nog van. En ik vond het leuk om dat nog in ere te houden, die op te hebben. Ja. Bij elke training draag ik deze helm. Okay. Ik heb nog een andere vraag. Ik zie een rode en een blauwe streep op uw helm. En ik zie ook een roze en een blauw lintje. Heeft dat met elkaar te maken? Nee, de oranje en blauw, dat is van de vereniging waar ik meer bij schaats dan bij deze vereniging. Dit is de vereniging De IJsvrienden. Ja. En de blauwe en roze lintje, dat heeft te maken met het leren overstappen van rijders in de bocht. Dus die steken dan hun rechterarm uit, dan pakken ze dat lintje beet. Dat hou ik dan met mijn linkerarm vast. Dan moeten ze eerst diep gaan zitten en vervolgens stappen ze heel rustig over in balans. En trekken ze mij eigenlijk voort en zo... kunnen ze in een goede houding, een goede hanghouding overstappen. Heb je beginners schaatsen en heb je hele professionele waarmee je niet zo snel onderuit kunt gaan? Je bedoelt de schaatsen? Nou, we hebben natuurlijk schaatsen die je op maat kunt maken met bijvoorbeeld een haarfeun. Die kun je warm maken. Thermoplastisch materiaal is dat. En je hebt ook schaatsen die op je voet gemaakt zijn. Die ik aan heb, die zijn op mijn voet gemaakt. Die zitten beter en... Nou, die zijn directer. Dat is hetzelfde idee als dat de mensen op de 400 meter baan met blote voeten in hun schaatsen gaan. Dus direct op de huid. Dus iemand anders past mijn schaatsen niet.
Nou, dat is veilig tegen diefstal dan. Nou, dat is zeker wel, ja. Maar het is toch wel prettig als ze gewoon ook in mijn tas blijven, ook al zouden ze daar niet van zijn gemaakt. Als mensen dit zien, kinderen en mensen in Breda of omstreken, en die willen graag gaan schaatsen. Wat zijn ze zeg maar ongeveer kwijt voor een schaatsen, een helm, beschermingsmiddelen? Heeft u enig idee? Nou, in de basis kun je denken aan dat je veel kunt huren eigenlijk. En dat kost nou misschien op een heel seizoen 50 of 60 euro. Helmpjes die zijn nog wel soms te krijgen bij de vereniging. Dus in het beginsel kost het niet zoveel. Zeg, als men zich op wil geven voor een avondje, wil proberen, is er een website of? Nou, we hebben natuurlijk de website van de IJsvrienden hier zo. Van een ballonroute, van de IA. Maar in ieder geval, er zijn genoeg verenigingen die websites hebben waar je dus gewoon kunt aanmelden. Wat is het leuke aan schaatsen? Weet ik niet. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Het is iets anders dan voetbal of zo. Ja, en jij? Wat vind jij? Het is heel leuk, want je kan heel hard gaan. En je hebt er veel plezier in. En je doet het ook vaak samen. Oké, in een groep schaatsen bedoel je? Ja. Okay. Is alleen schaatsen ook leuk? Ja, het is leuk. Alleen in een groepje is wel leuker. Dus wat gezelliger. En wat vinden jullie leuk voor de lol, schaatsen of wedstrijdschaatsen? Wedstrijdschaatsen is ook heel leuk, maar voor de lol schaatsen is ook gewoon leuk. Ja? Wat vind jij ervan? Ik vind wedstrijden leuker. Ja? Ja. Zijn jullie allebei mensen die per se willen winnen? Ik vind het ook niet erg om te verliezen, maar winnen is ook wel heel leuk. Ja, ja, dat is met alle sporten. En dan ga je dan later schaatsen bij de grote mensen in internationaal? Of weet je het nog niet? Ja, ik wil op de lange baan. Op de lange baan? Ja. En wanneer mag je op de lange baan eigenlijk? Kan je dan? Als ik gescout word of zo, denk ik, door een club. En is het zo dat... En ik weet dat niet, hè? Is er een aparte schaatscompetitie voor meisjes en jongens? Nee, jongens en meisjes samen. Samen. Maar er zijn wel verschillende categorieën. Ja. Bij skileren dan is dat met meisjes en jongens apart. Met schaatsen niet, volgens mij, nee? Toch? Dan is meisjes en jongens door elkaar. Ja, met de wedstrijden. Ja, dan wel, ja. Ja, dan is het wel gescheiden. Met de wedstrijden? Ja. En wie kunnen het beste schaatsen, jongens of meisjes? De mannen. Oh. De vrouwen. De vrouwen, oh. En weer opnieuw staan we op het ijs. En weer in Breda. En weer voor Breda nu sport. En om precies te zijn voor curling. Kijken hoe het eruit ziet. Het lijkt wel zo'n oude bromtol, maar dan zonder onderstuk. En dat ga je dan over het ijs doen. Ik zal het even demonstreren. Zo. En dan zo. En dan... Kijk, en je kunt zien dat ik er aanleg voor heb. Echt waar? Waarvoor zijn die pionnen? Dat is de lijn waar je niet overheen mag. Dus bij het gooien mag je dus niet over die lijn. Dan ben je af. Dan even de puntentelling. Het zal niet vaak voorkomen dat het zo ligt als nu. Maar dan is de groene steen het meest centrale steen. Om eigenlijk nog twee groene... Dus in deze score wint groen met 3-0. Maar je kan pas echt goed vegen. Laag en alle druk. En niet zo. Hoe ben jij in godsnaam aan het curlen gekomen? Nou, wij doen met Duursport al een tijdje curling clinics geven. En sinds kort heeft de IJsbaan in Breda de mogelijkheid gemaakt om te curlen hier. Door in het ijs rondes te maken, waardoor we dit spel kunnen doen. We hebben het al gezien bij andere ijsbanen en vonden het een heel leuk idee om dat hier ook te proberen. En hoe ben jij zelf met het curlen in aanraking gekomen? Via Duosport of als hobby of op tv? Nee, het is echt voornamelijk via Duosport, omdat we het al een tijdje aanbieden. Ben ik ook in aanraking gekomen met het curlen, inderdaad. Is het moeilijk? Ja, het is redelijk moeilijk. Het ziet er simpel uit. Maar het is een strategisch spelletje. Je hebt er ook redelijk wat kracht voor nodig om de schijf naar de overkant te krijgen. Dus het is best lastig, ja. Dit zijn beginners en toch hebben ze het al redelijk snel onder de knie, of lijkt dat maar zo? Dat klopt. Het is vooral door veel te proberen en veel te oefenen, krijg je het wel onder de knie. Dus het is een paar keer ingooien. Dan merk je ook hoe zwaar de steen is en hoeveel kracht je moet zetten bij het gooien. En dan heb je het redelijk snel door. En wat is er anders dan die stenen op de Olympische Spelen? Want...
Op de Olympische Spelen gebruiken ze van die grijze stenen. Van die hele zware, speciale soort keramische stenen volgens mij. We doen het hier met houten. Ook omdat natuurlijk heel veel mensen het gaan proberen die niet zoveel ervaring hebben met curlen. En mocht er zo'n steen kapot gaan, dat is redelijk prijzig. Dus over prijzen gesproken. Als mensen dit willen doen als hobby, is het betaalbaar als uitstapje? Ja, het is, we hebben speciale arrangementen ook op de ijsbaan. Met koek en zoopje erbij en intree. En dan kun je gewoon met een bedrijf of met een leuke groep vrienden of zo. Een leuke middag of... Dan kost het €400 per persoon? Nee, dat absoluut niet. Nee. De tweede laatste moet natuurlijk die voorbereiding hebben. Dat is natuurlijk wel aan. Kan je zelf curlen? Ja, absoluut. Ja? Ik geef de lessen natuurlijk ook. Ik heb het zelf ook al best wel veel gedaan. Ja. En ik weet ook hoe het spel in elkaar zit natuurlijk. En ik kan er natuurlijk ook tips in geven. Dus als een Bredanaar dit ziet, dan is het de drempel heel laag? Om... Ja. In principe wel. Dus het is ook een heel laagdrempelige sport ook wel. En met de juiste aanwijzingen kun je al een heel stuk komen. Als ik jou goed vertaal... Dan heb je met welke vereniging, club of stichting dan ook, of vriendengroep, heb je eigenlijk veel plezier in een relatief heel korte tijd. Ja, klopt. Een leuk competitie-effect heb je ook. Een leuke strijd. En natuurlijk aan het eind ook een winnaar. Okay. En wat krijgt die winnaar? Eeuwig roem. En jullie zijn bezig met curling? Inderdaad, ja. Wat is het leuk? Ja, daar gaan we nu achterkomen, want we doen het voor het eerst. Ja, maar jullie hebben al een aantal worpen gedaan. Ja, dat klopt. Maar even voor de duidelijkheid, hè. Dit is fun curling. Dit is nog niet het echte curlen, maar ook dit is hartstikke leuk. Ja? Ja. En is zo'n ding zwaar om te werpen? Nou, je verkijkt je erop. Voor je het weet gooi je hem helemaal naar de andere kant van de baan. Dus je moet een beetje doseren. Hè, jullie zijn normaal gesproken een blaaskapel. Ja. Had je dit verwacht? Nou ja, ik wel, want ik heb het georganiseerd. En om het verhaal een beetje compleet te maken. Wij zijn een blaaskapel en onze kroegeigenaar die trakteert ons ieder jaar op een avondje anders. En dan kunnen wij de felbegeerde avondje anders wisseltrofee winnen. En dat avondje anders houdt in dat niemand weet wat we gaan doen. En vanavond was curlen, dus toen we hier binnenkwamen schrok iedereen bij zichzelf van ik heb het koud, hoe ga ik dit doen, wat moet ik doen? Maar uiteindelijk is het hartstikke lol. Ja, deel jij die mening? Nee. Oei, knap hoor. Wow. U bent nu aan het coachen, hè? Nee, ik ben een beetje de spelleider. Ja. Ik zorg dat ze het spel leren en dat ze strategisch en goed gaan gooien, ja. Wat is, hoe ontstaat die sport? Wanneer is die ontstaan? Ik heb geen idee, maar dat zou heel lang geleden zijn. Er ligt ijs en als er ijs is, dan wil je ijsvermaak. En voor de een is dat schaatsen en voor de ander is dat soort joule of een jeu de boel, maar dan op het ijs. Hoe zwaar weegt zo'n ding? Deze zijn niet zo heel zwaar, kilo of 5. Kilo of 5. Dus iedereen die kan als recreant dat gaan leren? Iedereen kan dit doen, ja. Hele steile leercurve, dus met een paar keer gooien, dan snap je hoe het werkt. Ja. En dan heel snel heb je door hoe het spel in elkaar zit. En hoe de strategie in elkaar zit en hoe je moet winnen, dan krijg je dit soort tevreden. Okay. Hoe lang duurt de wedstrijd? Over het algemeen 10 potjes, dus 10 gooibeurten. En dat heet voor de sport heet dat een end. Dus wij spelen 10 keer een end. Een end. Ze roepen ja. U. Dus bedankt. Ik ga gauw weer. Oké. Okay.
Breda Nu. Je weet het meteen.